In het hart van deze stad leven zoveel mensen. Bij mensen geslaagd of door het leven uitgedaan. Verlangen, dat zal gloeien als we samen blijven groeien. Ontwikkeling van jou en mij, dat is waarvan ik zing. Met een speciaal concert heeft het Strijps Kamerkoor het 100-jarig bestaan van Groot Eindhoven gevierd. Ik vind het heel fijn om muziek naar de mensen te brengen. En dat is volgens mij vandaag gelukt. Niet naar mensen, alleen naar mensen die normaal gesproken naar ons koor toe komen, maar ook naar heel veel nieuw publiek. Dus mensen die genoten hebben van de muziek, van de teksten, van de mooie beelden van de stad. En van het geheelprogramma. Het feest werd niet alleen gevierd met zang en rap, maar ook met een gedicht van de kersverse stadsdichter Iris Penning. Tussen vijf dorpen was een stukje stad waar het veilig was. Dat Gestels gebroed, die schurken uit straten, die Woenselse wilden, die hielden wij buiten. Dat tongelgestuig en dat Strijpse gespuis, die mochten niet weten hoe fijn wij hier schelden op onze Eindhovense straat. Eén stad, ons mooie, grote Lampengat. Er zit best wel wat voorbereidingstijd in en werk in. En als dan alles zo bij elkaar komt en iedereen met ontspanning en plezier staat te zingen, dan is het gewoon volop genieten. En als je dan voor je kijkt en je ziet het publiek reageren op wat wij doen, en daar zie je ook die blikken van wow, dit is mooi en dit is fijn om hier te zijn. Ja, dan ben je trots en blij. Ik vond het gewoon helemaal super geweldig. Het is een koor van ontzettend hoge kwaliteit. En ja, geweldig. En ook hier in die ambiance natuurlijk. Hè? Ik vond het een indrukwekkend concert. En ik ben blij dat ik hier in deze kerk geweest ben. Dat het daar gehouden is. Het mooie ervan vond ik zeker met het einde dat zo'n jonge rapper erbij is. Prachtige teksten van middeleeuws tot hedendaags. En het stukje over Eindhoven, ja, dat blijft natuurlijk wel ons sieren. Dus daar mogen we heel trots op zijn. Kippenvel. Ik vond het echt geweldig mooi. Het Strijps Kamerkoor, zoals hier 26 leden van het Kamerkoor hun geluiden naar voren brachten. Want dit was niet zomaar even luisteren naar een koortje. Dit was hoge performance. Ik ben meegegaan voor mijn vrouw. En ja, die vindt het wel leuk. Maar ik moet zeggen, ik vind zingen is mooi. Maar verder is het maar niet aan mij besteed hoor. Hoogtepunt van de middag was de Ode aan Eindhoven. Een lied dat volgens velen volledig terecht is. Mogen we trots zijn op Eindhoven? Ja, dat denk ik wel. Ja. Wat er aan innovatie en toekomst voor jonge mensen. Alles wat er omheen zit met de ASML, met de fabrieken en techniek en dat soort dingen. En ik denk ook dat blijkt ook wel uit de waardering die men van de regering uit Den Haag naar Eindhoven doet. Ja, ik denk dat het wel inderdaad goed is. De ontwikkeling, de groei, de mensen die er wonen, dingen die er geregeld worden, eigenlijk om alles. Ik denk dat het er zeker bij hoort en zeker bij de mooie steden van Nederland hoort. We hebben een stad met zoveel gezichten, zoveel verschillende mensen, zoveel economische invloeden. We zijn een stad die eigenlijk bepalend is voor Nederland als het gaat om het welvaart. Hier wordt de techniek van vandaag en van morgen gemaakt. Hier zien we dingen bij de universiteit waarvan we nu in onze stoutste dromen het niet kunnen bedenken dat het waar is. Het Strijps Kamerkoor viert ook dat het koor 60 jaar bestaat. Het Diamanten Jubileum. In die 60 jaar blijft het koor bezig om zich actief te verbinden met het publiek. In plaats van wij vinden bepaalde muziek heel mooi en we zoeken een locatie en dan gaan we een concert geven, zijn we nu veel meer bezig met wat is er in de buurt? Zijn er evenementen of gelegenheden waarbij wij aan kunnen sluiten en waarbij wij een nieuw publiek kunnen bereiken? En vandaag is dat, dat een mooi resultaat ervan, dat ook werkt op die manier. Zo hoopt het Strijps Kamerkoor, net als Groot Eindhoven, de 100 jaar vol te maken.